Sophie van Oudfan, wedstrijd tegen jouw oude team vorig seizoen, vooral de tweede helft, kreeg je het vrij warm. Ja, dat klopt. Zij zijn heel scherp de kleedkamer uitgekomen. Dus het is ook hun verdienste dat we eigenlijk zenuwachtiger begonnen te spelen. En ook meer terug zijn gezakt. Maar we moeten daaruit leren en eigenlijk moeten we daar veel rustiger mee kunnen omgaan. Daar gaan we zeker aan werken. Ja. Jullie krijgen net voor de wedstrijd nog een tegenvaller als Sulkelein uitvalt. Toch vond ik dat Genk een vrij behoorlijke eerste helft op de mat legt. Ja, dat klopt. Zij had nog last en het is zeker gek om in de voorbereiding echt risico's te nemen. Ik vermoed wel dat zij snel zal herstellen, maar ik vind dat wij hebben er zeker bestonden, er organisatorisch ook. De eerste helft was sterk. Ja, en we gaan dan met 2-0 in de kleedkamer. Wat wordt er dan gezegd of wat wordt er gevraagd? Het ging vooral over het in de opbouw nog betere oplossingen zoeken. Een aantal afspraken, maar eigenlijk gewoon proberen vasthouden hoe het ging. Dat viel goed mee. En voor jou persoonlijk moet dat toch deugd doen tegen dat team te winnen? Ja, dat klopt. Tegen een ex-ploeg is het toch altijd specialer. Dus ik ben heel blij dat we die wedstrijd gewonnen hebben, zeker weten. Ja, laatste vraagje. Jij komt na een jaar terug in Genk. Er is heel veel veranderd, zal je zelf ook merken. We hebben een aantal pittige oefenwedstrijden gespeeld, Franse teams, Duitse teams, Nederlandse teams. Hoe bevalt dat en wat vind je ervan? Ik persoonlijk vind dat zelf echt super, zeker als keeper. Heb ik toch heel veel jaren in voorbereidingen dat je toch een beetje op hun honger blijft zitten om echt uitgedaagd te worden. En dat er maar één of twee echt moeilijke ploegen tussen zitten. En ik ben daar super positief over. En ik denk dat dat ook nodig is van verdedigend opzicht om tegen sterke ploegen te spelen. Dus maar positief. En donderdag krijg je er nog eentje van de kaliber PSV Eindhoven. Ja. En dan op naar de competitie. Ja, klopt. Ja, PSV, sterke ploeg. Ook de trainer van vorig jaar. Dus ook een wedstrijd, zeker om naar uit te kijken. Oké, ik wens je heel veel succes en we zien ons donderdag.